Spannende categorieën in dit programma. We zijn aangekomen bij de 16 van. En in de 16 van dagen we altijd iemand uit die niet per se uit de muziekscene komt om iets te doen met spoken word. En deze keer hebben we echt iemand gevonden waarvan je niet van tevoren gaat raden dat hij hier gaat staan. Want het is de staalgod van uh, Nederland. Mensen checken altijd hun kleding eerst voordat ze van huis weggaan, als ze weten dat hij er ook is. En nu staat hij hier, mede moller. Arno, kantoor binnen! Yes, Niks gelogen, Glem. Niks gelogen. Niks aan gelogen. Niks gelogen. Niks gelogen. Dus deze is voor mijn zoon en een beetje voor hen die Vrienden. Zoals ik hier nu sta, uh, zit, mijn haren bijna wit, de rimpels op mijn handen. Jij, vriendelijk en zacht. Wie had dat ooit gedacht? Je bent zoveel veranderd. Soms zegt mijn vrouw waren ze nog maar jong, zoals die ene keer, die middag, toen je voor het eerst, zonder kurkje, in het diepe sprong? Moeder worden is een feit. Vader worden is een zoektocht. Het is toch zoeken? Er is niemand die je leidt. En je leidt, vader zijn, is af en toe met blote voeten op een Lego-blokje staan. Ruim je Lego op, doe een das om, was eerst je handen, kam je haren, recht je schouders, poets je tanden. Zo stap je op je fiets. Zij Zijwieltjes eraf, nooit meer achterop. Bijbaantje je eigen scooter. Zelf betaald, net als dat rijbewijs. Zo, dat ging snel alsof je drukt op een aan-uitknop. Zo groot als je ineens bent, zelfs haren op je kin. En drink je nu ineens wijn? Elke vader zou het liefst in het diepe springen, zelf. Maar hoe graag ik ook zou willen, als vader kun je niet je hele leven dat kurkje zijn. Wauw. Ik, ik zeg je eerlijk, eerlijk. Ik, had, ik had deze tekst niet van jou verwacht. Zo, het, ja, het is eigenlijk heel. Ik vind hem heel gevoelig, zeg maar. Naar je zoon toe loslaten. Ja, ja maar ja, nu. Nee.